een wedstrijd kan alleen maar als er ook een jury is. En die jury die zit voor mij aan de linkerhand. Ik wens jullie heel veel succes bij het jureren. Het belooft ongetwijfeld, net als ieder ander jaar, ontzettend spannend te zijn. Als jullie zover zijn, dat we beginnen met het eerste fragment. En van wie dat is, ik weet het niet. Ik ben Mieke Lansink, ik ben 11 jaar oud en zit op de Symbolisatieschool. En ik doe mijn boek over de ongelofelijke avonturen van Merel Jansen. Laat ons licht schijnen op schaduwen en het geniepige beest onthullen dat in de hoek op de loer ligt. Wat ben jij voor iets? En hoe zit het met die zak? Ik vond het ontzettend spannend. En tijdens het voorlezen moet ik wat opschrijven, maar ik was het aan het eind bijna vergeten, omdat het zo spannend was. En die piraat aan het eind, ik zag hem helemaal voor me. Je nam ons helemaal mee. En contact met het publiek, hoewel dat niet voor jou stond, maar was wel duidelijk zichtbaar. Want je ging helemaal met je gezicht naar voren en nam ons mee in het verhaal. Prima gedaan, joh. Hallo allemaal, ik ben Senne Aalers van basisschool De Holthuizen. Ik ga jullie een stukje voorlezen uit het boek Ontzettend Irritant. Andy, roept mijn vader. Ik kan me niet concentreren als jij dat stomme rotgeluid maakt. Wil je soms dat we een ongeluk krijgen? Wat heb je dat een leuk origineel fragment gekozen? En wat heb je het fantastisch levendig voorgelezen? Ik zat in ieder geval wel bij je op de achterbank. En soms zat ik ook voorin. Want dan dacht ik ook van die knokkels van die ouders. Ik herkende het heel goed. Dus leuk gedaan. Hoi, ik ben Annick en ik ga jullie voorlezen uit het boek Dummy the Mummy en de Dans van de Koka. Zei Klaas, en dat doe ik niet. Oh, ga je op je kop staan. Ik ga niet naar New York. Nee, nee, nee. Hij stampvoette per ongeluk op zijn eigen teen. Au. Nou, Annick, ik vind dat je het heel, heel mooi hebt voorgelezen. En naarmate het verhaal vorderde, nam je ons steeds meer in in je verhaal. En we vinden het ook heel erg knap hoe jij een fragment hebt gekozen met best wel heel erg moeilijke woorden. Dat heb je echt heel goed gedaan. Ik ben Tess Waas, zit op de PSD en doe mee aan de voorleeswedstrijd. Het boek gaat over kippenvel en daar ga ik een stukje uitlezen. Adans adem stokte in zijn keel toen de gedaante zich naar voren boog en hem duidelijker kon zien. Zelfs in het vage licht was er geen twijfel mogelijk. Een mummie. Een goed gekozen fragment, dat wil ik er in ieder geval mee zeggen. En ook een origineel gekozen locatie, buiten in de sneeuw. Normaal gesproken zitten wij hier met een publiek, een zaal vol publiek. En jij had natuurlijk geen publiek, hoewel. Wij vonden het heel goed, maar we hoorden aan de vogels die luid enthousiast kwetterden dat zij het ook goed vonden. Prima gedaan hoor. Hoi, ik ben Salma. Ik zit in groep 8 van de Pausje Anders School. En ik ga voorlezen uit het boek Floor regelt het even. Hallo, ik praat tegen je hoor, schreeuwt mijn vader. Maar mijn moeder kijkt niet op of om. Jeetje Salma, dat heb je echt ontzettend mooi voorgelezen. Je hebt het mooi ingeleid. Dus het begin waarin je vertelde waar het over ging, dat vond ik al best wel spannend. Maakte het dat je het wilde luisteren. Je hebt met een mooie duidelijke stem gesproken, een mooi leestempo aangehouden. Ik zat zelf nog te denken, misschien moet je een luisterboek inspreken. Ik vond het echt heel erg mooi. Goed gedaan. Hallo allemaal, ik ben Ilse Floors. Ik zit in groep 7 van basisschool Buurzen. Ik ga jullie een stukje voorlezen uit het boek De Griezels van Roald Dahl. Meneer Griezel stapte uit bed en haalde een kan koud water. Hij gooide het water over het hoofd van zijn vrouw om haar bij te brengen. De kikker kroop onder de lakens vandaan naar het water toe. Hij begon vrolijk rond te springen op het kussens. Ilse, wat heb je een leuk fragment gekozen. Tijdens jouw intro was ik al heel benieuwd naar je verhaal. Het was een heel spannend, maar ook heel erg grappig verhaal wat je hebt gekozen. En in het tweede stuk nam je ons helemaal mee. Vooral ook met de rode saus, met de piertjes erdoorheen. Nou, het was echt wel heel erg grappig en je hebt het heel erg mooi. En ons helemaal meegenomen in je verhaal. Echt knap gedaan. Hoi, ik ben Sophie en mijn boek heet Gezocht vriendinnen. Na afloop was er één vriendinnenketting weg. Ja, riep Veronique boos. Die van mij. Maar hoe komen jullie erbij dat ik dat gedaan heb?
omdat jij als enige tussendoor naar de wc bent geweest. Wat ook heel bijzonder is, is dat je een hele goede inleiding had op het verhaal en dan zomaar uit je hoofd vertelt, waardoor ik al heel benieuwd was, wat gaat er nu gebeuren? Prima gedaan. Hoi, ik ben Stormboink en ik zit op het Loshoes. Het boek dat ik vandaag heb uitgekozen heet Het Kippenvel, oftewel Het Monsterbloed. Kijk, dit is de kaft. Steffi zag dat de grijns van hun gezicht verdween. De twee jongens stonden als aan de grond genageld toen ze de reusachtige groene massa om het huis heen zagen komen. Pas op! Gilde Steffi. Wegwezen! Schreeuwde Matthijs. Storm, jeetje, wat een enthousiast. Hoe enthousiast heb je het verteld? Je maakte het ook echt wel heel spannend. Het verhaal en die spanning, dat paste ook heel goed bij het fragment wat je hebt gekozen. Ik vond het echt best wel een beetje eng. En ik ben nu ook echt wel heel erg benieuwd hoe het met die Steffi en Matthijs afloopt. Dus dat heb je goed gedaan, want je prikkelt mij wel om het boek te gaan lezen. Ik heb dit boek gekozen omdat ik het een leuk en spannend boek vind. En omdat ik vind dat kinderen van mijn leeftijd ook moeten weten wat er in de geschiedenis en de oorlog is gebeurd. Wat ga je doen? Vroeg Geert's moeder. Ik ga de burgemeester waarschuwen. Ik klapte de deur dicht. Geert kon niet in slaap komen. Hij liep naar beneden, maar zijn vader stuurde hem terug met de woorden. Misschien slaap je morgenavond helemaal niet meer. Nou, ik vind dat je een heel goed en sterke inleiding had. En ik vind het ook heel belangrijk dat kinderen eigenlijk wel iets weten van de geschiedenis. En daarom is het eigenlijk een heel mooi boek en een heel goed boek om te lezen. En je hebt het op een hele rustige manier verteld die heel goed past bij het verhaal wat je gaat vertellen. Het is een heel spannend verhaal. Je neemt ons ook mee in het verhaal. En ik heb ook echt zoiets van dat ik wel heel graag wil weten hoe dit nu af gaat lopen. Dus ik vind het echt heel, heel goed en mooi gelezen. Een jury hoort na afloop te zeggen dat ze het moeilijk vond, maar in ons geval is dat ook zo. Kijk, we hebben hier te maken met de voorleeskampioenen van scholen, dus het zijn al de beste voorlezers van de school. Nou gaat het ons erom en wie van die voorlezers is dan de beste daarvan? Dat was niet gemakkelijk. Bij de een was dit ietsjes beter, bij een ander was dat iets beter. Ja, en dan ga je wikken en wegen en dan zeg je ja, en nu? Maar we zijn eruit gekomen. Dus wij vinden dat iedereen het geweldig heeft gedaan. We hebben als jury ook genoten van de voorleesverhalen. Echt geweldig. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. En dat is... Zal ik halen? Ja. Ja. Dat is... Daar komt hij of zij. De winnaar is... Kom maar. Neem je man mee. Kom maar, loop maar. Ga de zaal in. Ja, we houden de spanning er nog heel even in. Daar is ze, Salma van de Paus Johannesschool. Loop maar door. Kom maar hier, Salma. Je mag doorlopen. Dit was de grote goocheltruc. Hartelijk gefeliciteerd. Je hebt het beste gedaan. De anderen waren ook goed, maar wij vonden jou het beste gedaan hebben. Je krijgt van ons een oorkonde, die mag je zo dadelijk pakken. En dat is niet alleen een oorkonde, maar ook een bewijs. Plaatsbewijs dat je weer verder mag naar de volgende ronde. Gefeliciteerd!